Yo, yo, what's up? Dit is Ali B en ik doe een vluggertje met X-Side. Sanne, Waylon of Anouk? Ah! ik kan er echt geen antwoord op geven. Dan is de sfeer gewoon gelijk verpest. Marokkaanse keuken of Hollandse keuken? Over het algemeen Marokkaanse keuken. The Voice Kids of The Voice of Holland? Dan kies ik nu voor Voice of Holland. Want daar kan ik gewoon veel harder zijn tegen mijn talenten. Daar kan ik me echt uitleven. Een nieuw album of een nieuw theatertour? Dan ga ik toch voor een nieuw album. Ik heb een rol in Patsen aangenomen omdat de regisseurs Adil en Bilal gewoon next level zijn. Ik heb hun vorige films gezien, daar was ik zo van onder de indruk. En ja, ik wil onderdeel van hun avontuur zijn. Maar schatje, wat doe je met die zwerven? Oh, moet je mijn schatje of vast schimmel kask op de zin? Ik ben nog aan denken dat ik het tegen hem heb. Ik denk dat je een snelle jongen bent. Mijn band met de regisseurs van Patser, humor, kwaliteit, ambitie. Mijn bakkunsten in drie woorden, aangebrand. Als ik mijn auto een naam mocht geven, dan zou ik hem Roodkapje noemen. Rappen of acteren, dan ga ik voor rappen. Ik ben iemand zat als hij niet authentiek is. Hij heeft een mokkere flavor in drie woorden. Ali, Brace en Jesse. Ik ben de beste coach bij The Voice of Holland omdat ik ook coach na The Voice of Holland ben. Ik plan al carrières tijdens The Voice en na The Voice kijk maar naar Vincenzo en straks ook weer met Dwight. Ja, die help ik bij met de carrière en dat maakt mij gewoon de beste coach. Wat ik er werkelijk van vind dat iedereen mij een knuffel Marokkaan noemt, is mission accomplished. Want het had eerst een negatieve lading en nu heeft het een positieve lading. De grootste patser die ik ken is Lil Kleine. Drie redenen waarom je naar de film Patser moet. Next level, bitch. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de film Patser.